Daar gaan we. Goedemorgen. Het is hier net 8 uur. Wij gaan zo ontbijten. Wij zijn nu al 5 dagen in Londen. Dit is onze laatste dag. En we spelen vandaag tegen Chelsea om 11 uur. En dit is trouwens mijn teamgenoot, mijn kamergenootje. Hey. Jongen uit Denemarken. Eens even kijken wat voor weer het is nu buiten. Ja, grijs. Echt typisch Engels weer. Maar we gaan er iets moois van maken. Ik ga even mijn tanden poetsen en dan ga ik naar ontbijt toe. We hebben alles al weer ingepakt, omdat we na de wedstrijd gelijk door moeten naar het vliegveld. We zijn nu net onderweg naar het voetbalveld. Ella, are you ready for the game? Ja, wist. Ja, wist. Oh, it's in Dutch. Yes, yeah. Of course. En dit is onze bus. Ik zal even laten zien. In Kopenhagen en we moeten dan de brug over naar Malmö. En er is dan altijd pascontrole. We zijn net door de security check, dus we zijn nu lekker een kopje koffie aan het drinken bij de Starbucks. Met wat teamgenoten. Even over de wedstrijd. We hebben 2-2 gespeeld tegen Chelsea. Het was een goede wedstrijd voor ons om ons op internationaal niveau te meten. En, zelf heb ik 20 minuten kunnen spelen. Ik heb gisteren voor de eerste keer weer meegetraind met de groep. En altijd fijn om weer minuten te maken. En het was gewoon een hele goede trip. Een belangrijke trip voor ons om te kijken waar we staan voor de Champions League. Want aankomende maand, halverwege maart, spelen we onze Champions League tegen Barcelona. Dus we zijn ons ook voorbereiden voor deze wedstrijd. En dan is het altijd goed om wedstrijden te spelen tegen deze tegenstanders. En we hebben dan van 2-1 gewonnen tegen Arsenal. En 2-2 gespeeld tegen Chelsea, dus dat zijn prima resultaten.